Hi Simmers, ja, we zijn opnieuw. Ik ben er opnieuw met een Molsim video, want we hebben natuurlijk nog de winnaar en de mol die ik moet namaken. En we zijn hier bezig met de winnaar en dat was wel heel grappig, want dit seizoen, normaal heb je altijd een beetje wisselend wie eruit gaat, man, vrouw, vrouw, man, maakt niet uit. Nu was het eerst 3 vrouwen, vervolgens man na man na man na man. En dan is de winnaar en de mol. De laatste 2 zijn dan ook weer vrouwen. En ik was halverwege met Sarah bezig. Toen dacht ik, oh, ik moet straks niet vergeten om nu make-up te gaan doen. Want bij de man hoeft het natuurlijk niet. Dus dat was wel even wennen om dan nu weer bezig te zijn met een vrouw. Ik moet zeggen, ik vond het wel pittig om Sarah na te maken. Ze heeft een hele bubbelige, vrolijke, energieke blik. Om dat te combineren in The Sims is pittig. Ik moet wel zeggen, als ik kijk naar haar profiel, dat is zeg maar je gezicht van de zijkant gezien, vind ik hem zo goed gelukt. Daar ben ik heel tevreden mee. En ik ben ook heel erg dol op de outfits. Ik heb onder andere de finale outfit gebruikt, zo'n zwarte jumpsuit. Ik heb een outfit van een van de groepsfoto's gebruikt. En dat vind ik dan zo leuk. Als ik zie dat ze een outfit aan hebben waarmee je gewoon iets kan doen in het spel. Dat het echt gewoon klopt. Dus dat vond ik wel heel cool dat het gewoon kon. Qua Sarah, of zij de mol was, ja, ik heb haar nooit echt verdacht als hoofdverdachte. Ik heb tussendoor wel heel vaak getwijfeld, maar in het begin had ik haar heel snel weggestreept, omdat zij degene was die bij... Ze moesten toen zo'n trap bouwen en zij kwam met het idee om al die blokken een nummertje te geven, zodat je nog precies wist welke blok waar moest als het aan de andere kant van die palen gebeuren was gekomen. Toen dacht ik, dat is heel slim. Dat is echt een kandidatenactie, want daardoor gaat de opdracht sneller slagen. Bij haar was dat dus constant mijn reden van, nee, zij kan het niet zijn. Zij kan het niet zijn. En toen de laatste moltalk hadden ze het erover dat zij de kandidaat was met de laagste, ja, de laagste geld dat binnengehaald voor de pot. En dan ging ik weer twijfelen. En ik had dit seizoen al eerder de follow the money tactiek gevolgd, toen ik hoorde dat Rick Paul en Jamie heel weinig hadden ingebracht. En toen had ik dus punt op hen ingezet en gingen zij eruit. Toen was ik zo, dag, zo 6000 punten kwijt. Dus daardoor twijfelde ik of ik opnieuw de follow the money tactiek moest doen. En ik ben blij dat ik dat dus niet heb gedaan, want blijkbaar is follow the money niet de tactiek, niet de strategie die je dit seizoen hebt moeten gebruiken om de mol te ontmaskeren. En ik ben blij dat ik dus op het laatst gewoon mijn gevoel ben blijven volgen en voor de daadwerkelijke mol ben gegaan. Maar ja, Sarah dus. Zij is dus de winnares van dit seizoen. Zij gaat met de laagste pot ooit. Ook door haar schuld, want zij was degene die het laagst had ingebracht van de finalisten. Ja, met de laagste pot ooit naar huis. Ja, en zij komt dus samen met Niels en de mol die ik nog moet afmaken op de galerij, zeer binnenkort. Als je denkt, ah, ik vind het jammer dat Wie is de Mol voorbij is. In België is de mol begonnen. Hun noemen het niet Wie is de Mol, maar alleen de mol. En ik moet ook zeggen, ik mis dat intro muziekje wat wij altijd in Nederland gewend zijn. Maar dat is dus nu begonnen. En het hele grappige aan dat seizoen is dat ze eerst zijn begonnen zonder een mol. Dus het waren 10 kandidaten. En pas na de eerste opdracht is er een mol aangewezen. En dat is iets wat ze in Nederland 10 jaar geleden ook hebben gedaan. Toen ging de groep naar Ierland, als ik het goed heb. En toen kwamen ze op een gegeven moment in een ruimte waar dus zo'n laptop stond, waar je normaal je scherm op te zien krijgt. Maar dit keer had het maar 1 scherm. Alleen als je zelf achter de laptop zat. Maar de andere kant had dus geen scherm, waardoor de andere kandidaten niet konden zien wat voor scherm je kreeg. En als je een rood scherm kreeg, was je gewoon kandidaat. En als je een groen scherm kreeg, was jij gekozen als mol. En ze moesten dus 1 voor 1 plaatsnemen achter die laptop, terwijl die andere 9 kandidaten gewoon vlak voor je neus staan, een paar meter voor je, en kijken hoe je reageert als je je scherm te zien krijgt. Dus dat lijkt me super spannend. Dan was het voor de Vlaamse mol van dit seizoen toch wat makkelijker, want ze kregen alle team om de beurt een scherm te zien zijn. En 3 kregen te zien dat ze misschien de mol zouden worden. Maar de daadwerkelijke mol, die kreeg het gewoon 1 op 1 te horen, zonder dat 9 anderen op zijn gezicht of haar gezicht stonden te staren. Dus dat is wel prettiger voor de mol van dit seizoen in Vlaanderen in ieder geval. Dat was 10 jaar geleden toch wel een stukje meer intensiever en spannender om er dan achter te komen dat je de mol bent, terwijl 9 mensen zo
je aan zitten te staren, kijken hoe je reageert. Ik ga trouwens niet de kandidaten namaken van de mol. Ten eerste is het best pittig om elke keer mensen in het echt na te maken. Er gaat gewoon veel meer tijd in zitten dan een andere reguliere kastvideo. In Vlaanderen gebruiken ze onbekende mensen, dus er zijn veel minder foto's en zo van hun online te vinden. Veel minder informatie. Kijk, in Nederland hebben we bekende Nederlanders. Daar hebben we Wikipedia pagina's van die kan doorlezen, daar eigenschappen eruit kan plukken. Google afbeeldingen staat vol met foto's, dus dat helpt mij enorm. Maar ik heb wel de eerste aflevering van de Mol gezien en ik vond het interessant en wie weet ga ik het hele seizoen volgen. Als jij denkt, hey, ik ben Nederlander, ik wil ook de Mol Vlaanderen zien, ga dan naar 4.be. Ik zal de link ook in de beschrijving zetten. Je kunt daar gratis een account aanmaken als Nederlander en dan kan je gewoon de afleveringen bekijken. En bij hun is het trouwens niet op zaterdagavond, maar op zondagavond. Dus dat is wel even handig om te weten. Laat ik online gaan kijken. Hé, waar is die? Waar is die? Daar is het dus op zondagavond. Wie is de Mol nog niet helemaal afgelopen? Want jullie krijgen natuurlijk nog één video van mij te goed. Met de Mol, waar ik dus mijn punt op in had gezet. En er is natuurlijk nog een Moldag. En er zijn ontzettend veel van die Wie is de Mol YouTube kanalen die daar naartoe gaan. En daar vast wel video's van online zitten. Dat vind ik ook altijd even leuk om te zien. Dus als Nederlander kunnen we een klein beetje genieten met onder andere de Mol als kastvideo zeer binnenkort op mijn kanaal. En dus waarschijnlijk vast wel binnenkort, ja, Moldag video's ergens online, YouTube, dat soort dingetjes. Nou, tot de volgende Molsim video met de Mol. Oh,